Nou, er zit er een papiertje bij. Beste Marieke, van harte gefeliciteerd met jouw prijs. Wij wensen jou heel veel plezier en meer groetjes van ons team. Nou, super lief. We hebben 66 kilometer gehaald van... Hoe dan? Hey, tikkie. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik zit nu nog in mijn normale kleren en zo, want ik had meegedaan aan een winactie op Facebook van Harry's Horse, dat je een halster kon winnen. En nou dacht ik is ook wel van, voor mij is dat gewoon mijn naam, want mijn achternaam is Dorst. Alleen hadden ze bij mij bij die actie Marieke Dorst gedaan, zeg maar. Maar goed, weet je, ik dacht eerst misschien is er wel iemand die wel gewoon zo heet en die heeft gewonnen. En dan ja, vind ik het ook een beetje om meteen te mailen of zo van, ja, is dat mijn naam verkeerd geschreven of zo. En nou ja, toen heeft mijn vriend heeft gebeld naar Harry's Horse en dat bleek dus dat het dus wel een fout was. Dus ik kwam naar thuis en toen ging ik toevallig met de deurbel, dus ik heb hem. Dus ik ga hem even openmaken met jullie en kijken hoe het eruit ziet. Ik ben benieuwd. Nou, er zit er een papiertje bij. Beste Marieke, van harte gefeliciteerd met jouw prijs. Wij wensen jou heel veel plezier en meer groetjes van ons team. Nou, super lief. Ik ben ook heel blij. En dit is het halster. Kijk hoe leuk. Hij is in maat kop. En hij is super zacht. En er staat er op het randje staat hot stuff. Super mooi. Oh, ik ben zo blij mee. Altijd leuk als je iets kan winnen. Het is nu 2 dagen later en ik zit in de auto. En ik ben vandaag naar de Zuidlaardermarkt geweest vanochtend. En het is vandaag helaas mijn laatste vrije dag. Even huilen. En ik ben dus bij de Zuidlaardermarkt geweest. En daar hadden ze ook kraampjes. En toen heb ik even gekeken. En toen heb ik nog een mooi bordeauxrood halster gekocht met gouden gespjes. Die zag ik. Ik dacht, oh, die vind ik wel mooi. En hij is lekker zacht. Dus ik ga nu naar de meneetje en ik neem jullie vandaag mee. Ik ben van plan om eerst even te gaan rijden. En ik wil nog even haar sokjes en staart gaan wassen. Dus ik neem jullie vandaag lekker mee. Klop. Hoi. En dan met mijn spullen naar Tinky. Tinky. Hey. Was je aan het slapen? Hey poepje. Hi. Ja. Hi. Ik heb 2 nieuwe halstertjes voor jou. Ja, die ga ik even passen. Nog even lekker rollen als je wil rollen. Denk je er zin in? Ja! Nou, denk je staat lekker in de blubs hier, maar ik ga hem straks toch wassen. Dus ik kan ze even rollen en dan ga ik even stal uitmesten en dan haal ik er daarna weer uit. Nou, ik ben bij mijn kastje. En ik ga Tinky straks wassen met deze zeep van Galloping Groep, volgens mij heb ik dit besteld. Ik weet het niet zo goed meer, maar dit is in ieder geval voor meiden en zo. En ik ben bang dat Tinky namelijk weer meiden heeft. Want ze stampt weer een beetje, dus ik moet echt wassen. En deze gebruik ik voor de staart. Dus dat gaan we straks doen. We gaan eerst even rijden. Hij knappert. Oh, ik heb echt zulke mooie Belgen ook gezien op Zuidlaardermarkt. Als ik het geld had en de ruimte, dan wist ik het al. Maar helaas. Misschien later. Als ik ooit rijk ben. Misschien het nog super lekker weer is, gaan wij lekker op buitenrit. Woe! En we hebben vandaag dit dekje.
Want ik heb mijn bruine trui aan en bruine sokken, dus dat matcht wel leuk. En ik denk dat Tinky er wel zin in heeft. Lekker weer een keer buiten dit. Nou, we zijn lekker op pad. En ik heb mijn appje weer aangezet, zodat ik kan zien hoeveel kilometer ik gereden heb en hoe snel ik ben geweest. Dus als ik terug ben, zal ik even laten zien hoe dat is. En ik ben voor mij echt al 6 weken niet op buitenrit geweest of zo, voor mij is het gevoel. Het is echt al heel lang geleden. En ik wou vandaag eigenlijk ook in de bak rijden. Maar toen dacht ik ineens, ja, het is wel echt heel lekker weer. En ik weet niet hoe lang dit weer natuurlijk nog blijft. Dus ik ga onderweg wel weer even wat stukjes filmen. Dus veel plezier met kijken. Tinky heeft er ook best wel zin in. Ze is blij. Oké, kijk. Hier is het groen. En hier is het allemaal geel. Is toch raar eigenlijk. De ene kant is allemaal geel en de andere kant is groen. Nou, we zijn nu bijna bij de brug. En ik ben al een jaar niet meer op deze brug geweest. Omdat die van het zomer geverfd is. Dus ik weet eigenlijk niet of ze er echt op durft. Dan stap ik even af. Want deze brug die trilt heel erg. En eronder is een auto weg waar ze gewoon 100 rijden. Dus we zullen even zien of ze het durft of niet. Hey, Tink. Anders stappen we gewoon even af. Ja? Ja. We hebben natuurlijk geen gevaarlijke situaties. Goed zo. Goed zo. Nou, Tinky is wel een beetje druk vandaag. Ze schrikt ook echt van boompjes die ineens op de grond liggen en zo. Maar ja, ze vindt het ook gewoon weer zo leuk dat ze naar buiten mag. En ik heb nu wat bloed heet. En ja, we zijn nu hier even aan het stappen. Net verder bos uit en nu gaan we nog even naar Pagebos, want je mag weer op het strandje. Dus we gaan even nog door het water galopperen en dan gaan we weer terug naar de manege. Dus ja, het ging wel lekker. Het was echt heerlijk weer. Dus we hebben wel lekker genoten. Behalve dat het mijn laatste vakantiedag is, maar ja, het was wel even lekker. Nou, we zijn bij het strandje en er is niemand nou, dus dat scheelt. Dus kun je even een stukje galopperen door het water? We hebben net op het strandje gereden en ik ben echt nat geworden. Mijn zakken zo nat als een malle. Maar het was wel even leuk. Ik denk dat het ook heel leuk. Kijk, ik ben nat. Zelfs mijn zadel is nat geworden. Zo echt spletsen. Maar het was zo leuk. We zijn weer terug en kijk. Het is wel weer lekker vies en mijn zadel is ook een beetje vies. Maar ja, dat gaan we even opruimen. Alleen mijn app. Die zegt dat we 66 kilometer gehaald hebben. Nou, ik sta op de poetsplaats en dan ga ik even alle spullen opruimen. En dan pak ik mijn wasspullen. En dan gaan we even vakjes, zakjes en straatwassen. Ja! Yeah. Nou, ik heb mijn Mana uitgeborsteld en ze heeft echt heel erg jeuk. Van al die stomme mugjes die op haar gaan zitten. Maar dan ga ik even eerst de pootjes nat maken en het inzeepen. En dan ga ik de Mana staat doen. En dan kan mijn spoel even intrekken, zeg maar. Dus dat ga ik even. Nou,
drinkjes van. En dan spuit ik nog even in met light spray. En dan ga ik even inpletten en dan ben ik klaar. Drinkjes zakjes zijn weer schoon. En nou, dus. Het heeft weer een mooi vlecht. En het vlecht op zich wel beter met dat haar, want dan heb je niet die pluisjes. Dus je bent weer lekker schoon. Dus bij deze wil ik dan deze video afsluiten. En tot volgende week. Doei doei!